Zeker de helft van de apotheken is tot 12 uur gesloten. De apothekers zijn alle discussies en agressie door medicijnwisselingen en tekorten zat. Gefrustreerde klanten worden vaak boos en soms agressief en gaan schoppen en slaan, terwijl de apotheekmedewerkers niks kunnen veranderen aan de contractafspraken van verzekeraars of een tekort aan medicijnen. Ze vragen om begrip en ook om aandacht van de politiek. Kijk, daar voeren wij actie voor, want allemal die dosiswisselingen of die fabrikantwisselingen kunnen leiden tot verkeerd geneesmiddelgebruik. En dat is wat wij niet willen als apotheekmedewerkers.